volgen jullie de topper in tegen Willem II? Ja, ik denk dat wij er klaar voor zijn. We hebben de afgelopen 3 wedstrijden hebben het goed gedaan. Allemaal gewonnen. En ik denk dat de afgelopen 5-6 wedstrijden gewoon goed in vorm zijn. Dus ik denk dat wij gewoon een goede kans maken daar. En wij gaan er ook heen om te winnen. Want als je deze wedstrijd wint, dan moet het wel heel gek lopen dat je geen kampioen wordt. Wij hebben daarna de toppers thuis. Zij hebben de Graafschap uit en Eindhoven uit. Dat zijn wedstrijden die toch niet makkelijk zijn. En als wij daar winnen, ja, dan moeten ze daar ook mentaal weer mee gaan dealen. Dus wij zijn gefocust, maar niet gestrest. En een reis tegen Willem II reizen de 15 supporters mee. Dat geeft je een extra boost om te winnen? Tuurlijk, dat is sowieso. Als het uitvak bijna vol zit, dan het uitvak zit vol voor wat mogelijk is voor Dordrecht. En ja, dat geeft gewoon een goed gevoel. En het is aan ons om te laten zien dat we er een mooie avond van kunnen maken. Succes, aangezien FC Dordrecht 20 jaar geleden voor het laatste landskampioen. Ja, nou, vorig jaar hebben we dat een beetje ingezet. Hè? Want de eerste helft van het seizoen stonden we ook tweede, derde plaats. En jammer genoeg moest ik toen afhaken met mijn bedrijf, omdat ik daar ook tijd en energie in moest stoppen. En dat hebben we dit jaar gewoon doorgezet. We hebben een manier van spelen ontwikkeld die voor elke tegenstander moeilijk is. En, kijk, als ze van tevoren hadden gezegd dat wij na 34 wedstrijden nog bovenaan staan, dan had ik gezegd van, die spoort niet, want met zo'n budget zou dat niet kunnen. Maar goed, we leveren toch het bewijs dat het wel kan. Ik denk meer het spelersmateriaal. We hebben denk ik niet de allerbeste spelers, maar samen denk ik wel dat wij het beste team hebben van de competitie. We willen hard voor elkaar werken, geen ego's. Iedereen doet gewoon normaal goed zijn ding. Iedereen wil graag beter worden, je wil graag hard werken. En dat in combinatie met de staf en de mensen die hier werken, ik denk dat dat gewoon een goede mix is en dat het daarom dan allemaal zo goed in elkaar valt.